Stoppen met de stadsdeelvergaderingen. Weg met Diftar en schaf de hondenbelasting af. Dit is het teken voor 80 met vandaag Liberaal 053. Wat doet de gemeenteraad? Elke 4 jaar mogen we stemmen voor de gemeenteraad. Op woensdag 21 maart is het weer zover. Alle Enschedeërs van 18 jaar en ouder mogen dan naar de stembus om op hun favoriete partij en persoon te stemmen. Aan de hand daarvan worden het aantal partijen en de 39 lokale politici bepaald die na de verkiezingen in de gemeenteraad mogen zitten. Maar wat doet de gemeenteraad eigenlijk? Minimaal 1 keer per maand komen de lokale partijen voor een vergadering in het gemeentehuis bij elkaar om te discussiëren en te stemmen over voorstellen die over de stad gaan. Die voorstellen worden aangedragen door het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester, Onno van Veldhuizen, staat los van de politieke partijen. De wethouders, afgelopen 4 jaar waren dat er 5 in Enschede, worden geleverd door de partijen die na de vorige gemeenteraadsverkiezingen samen een coalitie hebben gevormd. Een coalitie bestaat normaal gesproken uit meer dan de helft van de raadsleden. In Enschede zijn dat er dus minimaal 20, zodat de meeste voorstellen van de wethouders kunnen rekenen op een meerderheid en dus worden aangenomen. De voorstellen van het college gaan heel vaak over moeilijke, financiële kwesties die niet direct de belevingswereld raken van Enschedeërs. Maar de gemeenteraad neemt ook veel besluiten die wel directe gevolgen hebben voor inwoners. Mag dat nieuwe gebouw op de hoek van je straat 7 verdiepingen hoog worden? En moet jij volgend jaar zelf je vuilniszak met restafval gaan wegbrengen naar een afvalcontainer in de buurt? Hoeveel huishoudelijke hulp krijgt je oma of opa in het verzorgingstehuis? En mogen alle winkels in de stad straks elke zondag open zijn? En die windmolen langs de snelweg, moet die er nou wel of niet komen? Het zijn allemaal concrete beslissingen die door de gemeenteraad worden genomen. Allemaal voorbeelden van beslissingen van de gemeenteraad. En hij zat er ook tussen afval wegbrengen. We gaan het er straks over hebben. Want aangeschoven zijn 2 kandidaatraadsleden van Liberaal 053. Peter van der Vloed en Jessica Zwevels. Een bescheiden applausje voor jezelf ook, Peter. Nee, eigenlijk voor Jessica. Kijk, dat is lief. Ja. Peter, ik kan me heugen dat jij een paar jaar geleden zei, ik doe het niet meer. Ik stop met de politiek, ik hef Liberaal 053 op. Bekijk het allemaal maar. Ja. En nu zit je hier. Nou ja, de club waar ik toen mee Liberaal 053 had, die had zoiets van, nou ja, het is niet gelukt. En eigenlijk hebben die het contact met de politiek weer verloren. Nou ja, alleen kan je het niet doen. Tenminste, vond ik niet realistisch. Dus vandaar dat toen het moment was om te zeggen van, nou ja, Liberaal 053 was een mooie ervaring, maar heeft het niet gedaan wat ik ervan verwacht had. En dan heb je het besluit genomen, ik stop. Ja, 2016. Dan denk ik, dan is hij weg. Dan, ja. Peter zien we niet meer, alleen op de ambulance. Ja. Ja, nee, ja, je kan me snel afschrijven, maar ja, dat is het voordeel van mensen in de politiek, die komen ook net zo makkelijk weer terug. En in 2016 was het inderdaad afgeschreven. 2017 kreeg ik gewoon veel vragen vanuit de stad. Doe je weer mee, doe je weer mee. En het is te leuk om te laten lopen. Het begon weer te kriebelen. Ja, nou ja, weet je, de DENK doet mee, PVV doet mee. Dus dit worden ook hele mooie verkiezingen voor de Enschede. En nou ja, daar moet je bij willen zijn. Dus waarom geen Liberaal 053? Nou ja, dan ga je kijken van wat is er mogelijk. Wie kan ik nog enthousiast maken? Hè? Wie gelooft er nog een beetje in de politiek? En nou ja, dan ga je links rechts eens even informeren. En uiteindelijk... Jessica, Corrie, Ray en Therese, die durfden de uitdaging aan. Een kleine lijst, maar met nieuwe namen dus. Een nieuw Liberaal 053. Ja, omdat Liberaal is natuurlijk wel een realistische partij. Hè. Kan wel met een lijst komen met 20 namen. En ja, dat is een tactiek die andere partijen gebruiken. Ik ben gewoon wat meer realistisch en vandaar dus 5 kandidaten. Ja. En een van die kandidaten zit naast jou, Jessica Zwevels. Ja. Een nieuweling. Ja. Wie ben je? Vertel eens over jezelf. Jessica Zwevels, 32 jaar, moeder van 2 geweldige dochters. Die heb ik beloofd hallo te zeggen, dus bij deze hallo. Bij deze. Nou ja, ik ben geboren als Brabander in Eindhoven. En ik ben eigenlijk echt in Twente gegroeid in Enschede. En ik was ook niet van plan om te vertrekken. Je bent nu Enschede, zijn geen Brabantse. Nee, ik blijf altijd een Brabander in hart en nieren. Maar mijn thuis is toch echt wel Enschede geworden, dus echt Twente geworden. Kwam Peter bij jou of kwam jij bij Peter? Hoe ging dat? Nou, volgens mij hebben wij elkaar ergens in het midden ontmoet. Ik heb een stichting tegen armoede opgezet, Stichting Playing It Forward. Dat is al 5 jaar geleden bijna. En Peter was eigenlijk de eerste die ik tegenkwam, die tegen mij zei van, ik wens jou heel veel succes. En waarop ik zei, watch me do it. En 3 maanden later tikte ik hem aan. Ik zeg, heb je gezien hoe ik het deed?
Ja, dat liet wel zien hoe standvastig ik was. Maar Peter was wel de eerste die zei, hey, als jij hulp nodig hebt, kom bij me aan. Ja. En die hielp ook echt. Dus zo zijn wij met elkaar in contact gekomen. En waarom heb jij Jessica op de lijst gezet? Jessica is natuurlijk een supervrouw met een mening. Ik hou wel van mensen die een mening hebben, die een standpunt hebben. En nou ja, Jessica die voldeed daar gewoon volledig aan. En nou ja, toen ik haar vroeg vorig jaar zomer zo'n beetje. Nou, toen zei ze van, wat is dat dan precies en wat verwacht je dan van mij en wat moet er dan gebeuren? Ik zei, nou ja, je moet gewoon jezelf zijn. Ik zeg, en een mening hebben? Nou ja, ze zegt, dat heb ik wel. Ik heb het bekje niet op de verkeerde plek zitten. Dus nee, dat was voor mij vrij snel een uitgemaakte zaak. Dat kan de gemeenteraad wel gebruiken, vrouwen met een mening. Nou ja, sowieso. De gemeenteraad kan sowieso wel heel veel gebruiken. En dan denk ik van, inderdaad, een nieuwe inzichten en buiten de kaders kunnen denken. Want daar schort het hier wel een beetje aan. Ja. Straks willen we meer weten over jullie plannen voor de komende 4 jaar. Stel dat het 1 of 2 raadszetels zou worden. Maar laten we eerst even kijken naar de afgelopen 4 jaar, waarin je niet in de politiek zat. Nee. Vertrokken bij de VVD, toen een eigen lijst opgericht. Ja. En dat heeft geen zetel opgeleverd. Nee. Hoe heb je de politiek gevolgd? Nou ja, maandagavond is natuurlijk wel mijn politieke avond zo'n beetje om via Raad in Beeld het te volgen. Via online, via de website? Online, ja. Als de verbinding goed was en als het allemaal een beetje liep. En het nadeel is gewoon van, nou ben ik nog redelijk politiek georiënteerd, dus kan ik het volgen. Maar dan hoor je bijvoorbeeld in de raadsvergadering of in de stedelijke commissie afkortingen gebruiken. Of ze verwijzen naar een memo die ze om 6 uur hebben binnengehad. En dan denk ik van, ik kan me indenken dat je als inwoner, als je al een beetje politieke interesse zou hebben, dat je dan gaat afhaken. En de eerste keer zal je het niet erg vinden, maar elke maandagavond. En dan denk ik van, nou ja, op het gebied van communicatie zijn er nog heel veel slagen te maken voor Enschede. Je bent zo'n beetje het 40ste raadslid afgelopen jaren. Als ik zie wat je allemaal op Twitter doet op maandagavond. Nou ja, ik heb natuurlijk een mening. Ik probeer ze ook een goede kant op te sturen. En nou ja, ik hoop dat ze er ook iets aan hebben gehad. En het is jammer dat je dan... Gratis tips. Nou ja... Hashtag gratis tip, ja. Dat is wel binnengekomen. En dan denk ik van... ik zou eigenlijk meer Enschede's willen uitdagen om dat te gaan doen. En misschien moet er meer interactie met de stad plaatsvinden. Wat er op dit moment niet is. Maar ben je er dan voor de afhakers, de mensen die de politiek niet meer volgen? Nou, ik ben eigenlijk nu weer voor de nieuwe club die zich in de politiek wil verdiepen. Ik ben groot voorstander van mensen die de politiek vaarwel hebben gezegd. Ga nu vooral weer stemmen, laat nu je stem horen. 80% zal misschien iets te hoog zijn, maar 60% zou ik prachtig vinden als die opkomst hier gerealiseerd zou worden. En dan kunnen we ook weer zeggen van, nou ja, dan is dit de afspiegeling die de stad wil. En dan op basis van die 60% opkomst een minderheidscoalitie maken. En gewoon weer de goede debatten op argumenten zaken realiseren. En hoe leg je die mensen in normaal taalgebruik uit wat de afgelopen jaren goed en niet goed is gegaan? Nou ja, wat niet goed is gegaan hoef ik ze niet uit te leggen, want dat hebben ze allemaal wel ondervonden. Dus, is dat zo? Nou ja, als ik de mensen spreek en als ik kijk hoe ze reageren op alles. Als ik vraag van, nou ja, wat vind je mooi aan Enschede? Dan kunnen ze een goed ding noemen, maar dan gelijk het slechte ding hoor ik er ook bij. En dat goede ding is dan? Nou ja, dan zeggen ze, de binnenstad is leuk geworden, maar die parkeertarieven, dat is dan wat je er gelijk bij hoort. Ja. En dan zeggen ze van, nou ja, papier, dat die opbrengst is verhoogd, wat ten goede komt aan de sportverenigingen, dat is een mooie bijkomstigheid, maar de stad is wel verrommeld en de stad is wel wat viezer geworden en zo allemaal. Dus dat zijn allemaal ja, plussen en minnen die je gewoon, als je met mensen praat, en ik heb het idee dat de overige partijen dat te weinig doen. En dat zie je wel in verkiezingstijd in een keer zo'n pub-up. Hè. Dan zie je hele caravanen, zie je de stad in trekken, folders uit heel lang Duitsers. Ja. En dan denk ik van, nou ja, zo werkt het niet. Als je vindt dat je nog steeds op die manier campagne kan voeren, dan ben je volgens mij de verkeerde afstand. Ik vind ook een beetje de kloof tussen de politiek en de burger. Ik vind het een vreselijk woord, maar de burger van Enschede, die is aanwezig. En daar wil jij iets aan doen? Nou ja, de burger die is betrokken bij de stad. En de burger is betrokken bij zijn wijk en de burger is betrokken bij zijn buurt. Mm-hmm. En dan denk ik van, we hebben van alles opgetuigd, hè, de afgelopen 12 jaar, de afgelopen 16 jaar, omdat we dachten dat het goed was. En misschien wel gekopieerd van Rotterdam of gekopieerd van Amsterdam. Maar we zijn geen Rotterdam en we zijn geen Amsterdam. Zijn ze betrokken, Peter? Want we zitten wel met een opkomstpercentage van 43%. Nou ja, weet je, ik denk dat je de burger moet uitleggen van, joh, op een vaste dag in de week is er een wijkspreekuur en op de wijkspreekuur tref jij de politieagent, de wijkagent, hè? Want dat hebben ze ook weer 4 jaar laten liggen, vind ik. Dan denk ik, Burgerbelangen was 4 jaar geleden, André Leloup was er een groot voorstander van.
van voldoende wijkagenten. 4 jaar lang heb ik nimmer in de raad iets gehoord van, goh, hoe zit het met die wijkagenten? Zijn we al wel op sterkte? Ik wil met jullie naar een filmpje toe waarin het ook aan bod komt. De communicatie tussen de politiek en de inwoners van de stad. In dit geval zijn dat ondernemers aan de Haaksbergenstraat. Ha. Die mee mochten praten over een stukje herinrichting ja. van hun straat. Nou, geweldig. Ja, je ziet hier ook weer een voorbeeld van een auto die op een oprit geparkeerd staat. Dus wij willen graag deze brede stoep iets versmallen, waardoor er de mogelijkheid geschapen wordt om schuin in te parkeren. Het fietspad aan deze kant van de geparkeerde auto's, zodat het ook veiliger wordt voor de fietsen. Wij zouden graag hier voor het Velkamppad een oversteek hebben met een verhoging. Dat fietsers, wandelaars allemaal veilig de straat over kunnen. En een lichte verhoging, dat is ook buiten de singel. En als je een middengeleider hebt, dan haal je de snelheid er ook uit. Wat is jullie grootste frustratie in de straat? Het parkeren en het hard rijden, ook op de stoep. Dat de stoep vrij breed zijn. Dus er komen ook heel veel fietsers en auto's die rijden ook op de stoep. We hadden gehoopt dat we al een reactie hadden gekregen van de gemeente. Maar de gemeente laat op het moment nog steeds niks van zich horen. Dus we moeten maar afwachten. Is het ook vervelend voor klanten van jou bijvoorbeeld? Ja, heel erg. Sowieso het parkeren. Dat ze ook zeggen van ja, we moesten 2 straten verder parkeren, want er is hier geen plek. Sowieso als ze de winkel uitlopen, dan worden ze misschien al onder de voet gereden. Ja, dat kan gewoon echt niet. Het leefgenot gaat naar beneden. Prettig wonen doe je dan niet meer, want het is constant remmen en gierende banden en te hard rijden. Dan is het eigenlijk een onhoudbare situatie. En wat zou dan jullie volgende stap zijn? Huis in de verkoop. De gemeente die heeft het over brede fietspaden, die heeft het over een smalle rijbaan. Natuurlijk, dat zou mooi zijn als dat zou kunnen. Alleen het lost het parkeerprobleem niet op. En het parkeerprobleem is juist het grote probleem wat de straat zo onveilig maakt. Ik kan me dat aan de ene kant niet voorstellen dat ons plan volledig getorpedeerd wordt. Aan de andere kant is het zo dat, stel dat zou wel gebeuren, ja, dan moeten we ons opnieuw beraden. Want ik heb het idee dat de bewoners zowel als de winkeliers het daar niet bij zouden laten zitten. Maar nogmaals, ik wil daar niet op vooruit lopen. Ja, een voorbeeld van bewoners, ondernemers die zich niet gehoord voelen door de politiek. Hoe kijk jij hier tegenaan, Peter? Nou ja, dit is typisch zo'n voorbeeld wat er mis is gegaan in Enschede. Dan denk ik van, er zijn waarschijnlijk ergens ooit eens plannen gemaakt. We moeten die Haaksbergenstraat aanpakken. We doen dat tegelijk met de riolering. Hè, dat is begrijpelijk. Mm-hmm. Dat is dan een slimme stap die ze zetten. Alleen dan hebben ze de tekeningen klaar en dan mag de buurt mee gaan praten. En dan denk ik, ja, dan pas. En dan heeft de buurt suggesties. Ja, nee, dan kan het niet meer, dan kan het niet meer. Want dan denk ik, dit zijn allemaal goede ideeën. Dan denk ik, de stoep wat smaller, een fietspad aan de andere kant, schuine insteek voor de auto's. Dan denk ik van, je kan in dat hele stukje kan je wel 3 zebrapaden aanleggen, daar kan je kattenogen op leggen. En dan denk ik van, en dan gaat die snelheid eruit. Dan denk ik van, kom je echt ziet het ook in Stadsveld bijvoorbeeld met de busbaan of de bus die daar over een fietsstraat heen gaat. Daar komen de bewoners ook in actie. Ja. Ook zij voelen zich niet gehoord in eerste instantie. Hoe gaat Liberaal 053 dat veranderen? Nou ja, die fietsstraat die moet je daar weghalen. Dan denk ik van, dat is een geldverslindend project. Hè. Dat is alleen maar de prestige van, we willen fietsstad zijn. Dan denk ik, ik heb begrepen dat er eerst 7 of 8 steden aan meedoen. Nou doen geloof ik de 400 gemeentes doen eraan mee. En dan denk ik, en als je dan over die fietsstraat rijdt, zo gezegd, hè, de Emmastraat en je volgt de verder Patmos door richting de Ferdinand Bolstraat. Nou, dan heb je het niet over een fietsstraat. Dan denk ik van, dan was het voorstel van de Haaksbergenstraat meenemen. Had je een betere fietsstraat gehad en meer veiligheid gehad dan het alternatief wat ze nu hebben. Het gaat mij even om de communicatie tussen de inwoners van de stad en de politiek. De politiek vraagt zogenaamd wel om een mening, maar pas in een laat stadium. Ja, nee, maar de politiek vraagt niet om een mening. Dat is een illusie. De beleidsmakers van de gemeente, die doen iets. En vervolgens een college presenteert dat op dinsdag hebben ze het in de vergadering. Donderdag dan gaat het naar de raadsleden. En maandag gaan we het erover hebben. En dan moeten die raadsleden moeten dan nog met de stad gaan praten over een voorstel wat er ligt. Ja. Nee. Jessica wilde hier ook nog iets bij aanvullen. Het is gewoon mosterd na de maaltijd. Dat is precies wat die mensen zeggen. Ze bieden een oplossing aan. Ze geven heel duidelijk aan wat de oplossing is. En ze voelen zich echt niet, want dat zeggen ze ook letterlijk. We krijgen geen antwoord vanuit de gemeente. Wat zou er dan moeten gebeuren? Daar moet een communicatie in staan, direct. Je kunt het niet maken om tegen inwoners te zeggen, we gaan een plan maken. En achteraf lees je het wel in de krant. Maar dat gebeurt heel vaak. Dat mensen ook echt zeggen van, ja, wat moet ik nou dan? Moet ik nou een mening gaan uitbrengen terwijl je gewoon donders goed weet? Ja. Zo gedaan een zaak. Het is mosterd na de maaltijd. Meer is het niet. Moet je dan ook altijd luisteren?
Ik vind als jij iets doet zoals dit soort zaken, zoals Enschede is een fietsstad, dan denk ik dat het heel belangrijk is om te weten wie daar gaat fietsen. Het gaat er niet om dat meneer de burgemeester daar veilig op zijn fietsje zit. Ik zou het ook erg fijn vinden als moeder zijnde met twee kinderen fatsoenlijk te kunnen fietsen. En dan is dat inderdaad de straat waarvan ik denk, ja, succes, steek er maar eens over, gefietst er maar eens. Want er staan inderdaad auto's op dat fietspad en dan moet je gaan kijken, waar gaat iets mis? Ja. Zijn er nog meer punten, want we hebben nu een aantal dingen al aangestipt uit jullie programma. Zijn er nog een aantal speerpunten die je wil benoemen? Nou ja, bij je intro zei je gewoon heel duidelijk de stadsdeelcommissies. Dan denk ik, die kunnen opgeheven worden. Die hebben hun nut en noodzaak niet meer bewezen. Ik zou dus als liberaal 053 een groot voorstander zijn het weer terug te brengen naar de wijk, naar de buurten. Daar ook een ambtenaar aan koppelen. Met je zegt dus niet van stoppen met wijksgewijs werken, maar meer beslissing neerleggen bij de wijkraden. Ja, maar de wijksgewijs werken zoals dat nu gaat. Is ook een uitgestorven iets. Dan denk ik van de aquo die functioneert niet. Hè. Dat, overkoepelend orgaan voor de koepel boven de wijkraden. Ja. Dan denk ik, dan moet je even onderzoek doen naar de invoering van DIFTA, hoe dat gegaan is met de wijkraden en de aquo en zo allemaal. Nou, dan springen de tranen je weer in de ogen. Dus dan denk ik van, je moet toe naar een wijkorgaan en dat moet je juridisch goed gaan borgen als gemeente. Dan denk ik dat, die gelegenheid heb je gehad. 4 jaar hebben ze ook helaas niet opgepakt. Dan denk ik, pak dat nu gewoon op. Maar Peter, de wijkraad Helmhoek ligt op zijn gat. Boswinkel horen we heel weinig van. Ja. Wesselen Brink. Meerdere wijken inderdaad. Ik weet niet over hoe actief ze zijn, maar daar hoor ik ook niet heel veel van. Nee. Hoe ga je dan die wijkraad ook nog meer zeggenschap geven? Wie is überhaupt zo gek om voorzitter van een wijkraad te worden? Nee, het is niet zozeer, je geeft ze meer zeggenschap. Je gaat eerst zorgen voor een betrokkenheid. Dus de betrokkenheid vanuit de gemeente. Dus je koppelt een ambtenaar aan een wijk. Daarin zet je ook een wijkagent, daarin zet je ook een woningstichting. Daar kan je misschien nog iemand van de welzijnsinstelling. En die hebben wekelijks spreekuur. En dan kunnen de bewoners kunnen in de wijk naar dat wekelijks spreekuur. En dan gaat er uiteindelijk iets organisch groeien. En dan krijg je weer een vertegenwoordiging van de buurt en een wijk. En dan ga je weer het een en ander realiseren. En leg je daar dan ook geld neer bij zo'n wijkraad? De geld die koppel je aan de ambtenaar. Dus de wijkbudgetten, het systeem, dat is een bureaucratisch systeem, haal je weg. Ja. Het geld is geoormerkt, dus dat koppel je aan de ambtenaar. Die heeft vrijheid om tot 5000 euro te besteden of uit te geven. Nou ja, zijn de bedragen groter, 10.000 euro, dan ga je er een raadpleging over doen of wat dan ook. Maar dan denk ik van, leg het weer terug in de wijken. Dus het is steeds slijmen bij die ambtenaren om iets gedaan te krijgen? Nee, je komt met een goed verhaal. En dan denk ik van, als jij als buurt iets vindt, dan ga je naar dat wijkspreekuur en je hebt het er met elkaar over. Je schenkt een bak koffie in en weet ik wat allemaal. Dan kan je van alles bespreken, dan kan je alles voorleggen. En die ambtenaar die kan zeggen, dat is een goed plan. Hup, 5000 euro en niet een heel bureaucratisch iets. Nee, gewoon actie erop. Zie jij dat ook zitten, Jessica? Gevoel weer terug in de wijken? Ja, je krijgt er wel mee dat bewoners uit een wijk weer betrokken zijn. Kijk, het is niet zo dat een bewoner aan kan komen en zeggen van, joh, ik wil eventjes dit of dat. Nee, dan moet je daar ook voor gaan inzetten. En dat moet ook heel duidelijk zijn. Ik vraag hem af, gewoon in alle eerlijkheid, Badhoven heeft zo'n wijkspreekuur. Benny Visserdijk doet dat. En dan zullen ongetwijfeld dezelfde mensen steeds komen. En ik heb nog nooit files voor het gebouw zien staan waar het spreekuur wordt gehouden. Moet je niet veel verder terug? Hoe ga je die inwoners überhaupt betrokken maken bij een wijk? Je kunt zeggen, het is een wijkspreekuur. Maar komen ze daar? Vroeger had je, gaan we way back in time, vroeger had je gewoon wijkwerk. En wijkwerk, dat is er bijna niet meer, omdat het allemaal wegbezuinigd. Als je een wijkopbouwwerker hebt, dat wisselt ook heel vaak. Dat is gewoon als een relatiesysteem. Maar als je al zorgt dat je één gezicht in de wijk hebt en de wijk kent dat gezicht, dan is het al vertrouwd. Dan heb je het niet alleen over ouderen, je hebt het niet alleen over jongvolwassenen, maar dan heb je het ook over kinderen. En dan begin je je eigen wijk te kennen, dan heb je ook je eigen wijk. Maar hoe fijn is het als je ergens binnenloopt en dat je niet naar 10 gezichten moet gaan zoeken, maar je hebt één naam, één gezicht en daar kun jij terecht. Elke wijk zijn eigen Benny Visserdijk. Exact. Ja. Nou, mooi slogan. Een ander speerpunt van Liberaal 053, of van jou althans, Peter. We zien heel veel foto's op jouw Twitter-account van Diftar. Overal afval in de stad. Er gaan dagen voorbij dat we geen foto's zien. Nee, dat doe ik bewust niet, om andere partijen ook de kans te geven. Hier zien we weer zo'n foto, inderdaad. Nou ja, een mooi bankje dat je hebt gevonden. Ja. Nou ja, weet je, ik heb het voordeel dat ik door mijn werk natuurlijk door heel Enschede kom. Dus ook van verschillende locaties foto's kan nemen. En dan denk ik van, er is gewoon een probleem. En iedereen die het probleem ontkent, zogezegd, ja, die is zichzelf voor de gek aan het houden. Maar wat is het probleem? Ik bedoel, er wordt ontzettend goed gescheiden in de stad. Plastic bijna of meer dan verdubbeld wat er is opgehaald. Restafval enorm verminderd. De doelstellingen worden met gemak gehaald. Ja. Dus
Het gaat toch ontzettend goed? Ja, dat is net hoe je het leest en net hoe je het wil zien. En ik snap dat je meegaat in de euforie van deze wethouder en dit college. Maar dan denk ik van, als je dan mijn foto's dan toch een beetje volgt, dan zie je dat het nergens dubbele foto's zijn. Of foto's die ik eerder heb gebruikt. Het zijn gewoon continu nieuwe locaties, nieuwe plekken waar gewoon illegaal gestort wordt. Maar dat gebeurde voor de tijd ook. Dus ook als je het wilt zien, dan zie je het. Ja, maar voor die tijd, dan hebben we het denk ik zo'n beetje over 2011. Dat men begon met deze grondstoffenvisie. En dan had je nog die bovengrondse containers. En dat was natuurlijk heel verleidelijk om daarbij te plaatsen. Toen hebben we uiteindelijk gezegd van, nou, we moeten toen naar die ondergrondse containers, hè, om die illegale bijplaatsingen tegen te gaan. Nou ja, we zijn nu 6 jaar verder. De hele stad is bijna voorzien van ondergrondse containers. En de bijplaatsingen is volgens mij niet minder geworden. Dat kan in de beeldvorming misschien zo lijken en in de cijfertjes dat men zegt. Er is meer plastic gescheiden en zo allemaal. Maar het is de vraag, hoe schoon is dat plastic? Hè? Want als ik kijk, als ik een zak met plastic los zou trekken, dan denk ik van, dit hoort er niet in, dit hoort er niet in, dit hoort er niet in. Dus dat... Diftar afschaffen, nascheiding, dat is een heel ingewikkelde discussie. Die zullen we even hier buiten laten, maar diftar afschaffen. Maar ik kijk naar de partijen op het rijtje. Ik denk, je zult NSG anders mee krijgen, PVV. En houd het al gauw op, denk ik. Ja. Democratisch platform natuurlijk, vergeet ik bijna, maar dat ga je niet redden. Nee, maar als ik een programma moet maken om bij de collegepartijen een beetje geliefd te worden, dan moet ik een programma schrijven waar ik niet achter sta. Dus dan denk ik van, ik schrijf een programma waar de inwoners iets van kunnen vinden en de inwoners over kunnen oordelen op 21 maart. En als de inwoners zeggen van ik ben dolgelukkig met diftar zoals dat nu gaat en die bijplaatsing vind ik meevallen, dus ik kies voor de enthousiaste D66, hè, die de groot voorstander zijn van diftar en zo allemaal, dan moeten ze op D66 stemmen. Die vrijheid hebben wij in dit land. En als we diftar afschaffen, is het probleem met afval voorbij? Nou, dan is het binnen een anderhalf jaar is het opgelost, ja. Dus iedereen weg zijn grijze container terug. En gewoon jaarlijks een vast bedrag betalen. Ja, maar weet je, het is niet zo, iedereen moet zijn grijze container terug. Iemand die zijn zakje weg wil brengen naar een ondergrondse container, die mag dat rustig doen. En iemand die vindt. Nee, maar niet meer betalen per zak of per bak. Nee. Nee, dat is niet de oplossing. Gewoon één bedrag. Ja. En dan denk ik van, en als jij meer voor het milieu bezorgd bent en je wil je plastic wel apart doen, dan kan je dat meenemen naar de winkel en dan gooi je dat bij zijn milieueiland naar binnen. Maar dan denk ik van, we gaan niet meer een container erbij doen met een oranje deksel en weet ik wat allemaal. Dan denk ik van, even terug weer naar nul. Even naar de 2011. Hè, wat was de aanleiding en wat wilden we bereiken? En dan de stappen zetten met de stad en niet vanuit het beleid en weet ik wat. Nee. De naam van jullie partij is heel duidelijk Liberaal 053. Nou, dat 053 snap ik. Waar zit hem dat liberale in? Nou, wij laten mensen gewoon wel zelf hun eigen keus maken. Wij dringen niks op. Tegelijkertijd zeggen jullie, we moeten niet alles op afstand gaan zetten. Dus we hebben het sportbedrijf. Dat is eigenlijk niet goed dat het op afstand is gezet. Vastgoedbedrijf wellicht. Hè, maar onderdelen van de gemeente die je op afstand zet, moet je niet doen. Dat is niet echt liberaal. Nee, maar wij hebben ook geleerd in de afgelopen periode dat alles wat we op afstand zetten, dat het niet altijd een succes is geweest. Want dan ben je nou alleen maar een geldautomaat als gemeente. En dan heb je de zeggenschap niet meer. Ja, dan, je mag je zienswijze mag je kenbaar maken. Maar het college die wordt overspoeld met zienswijzes. En die doen er vervolgens niks mee. En dan denk ik van, wij willen de zeggenschap gewoon weer teruggeven aan de inwoners. En daar hoort gewoon bij dat je als gemeente bepaalde dingen doet. Okay. Wij gaan bijna naar de vragen uit het publiek. Ik kijk nog even met één oog naar die zetelverdeling die nu door 5 partijen is ingevuld. Ja. Ik zie daar Liberaal 053 5 keer op een 0 staan. Ja, nou, daar word ik niet zenuwachtig van. Dan denk ik van, er zijn partijen die nu natuurlijk getallen invullen, omdat ze denken van, wie weet vindt de coalitiepartij me dan straks wel aardig en word ik wel uitgenodigd en zo allemaal. Jij denkt dat het allemaal al een spelletje is? Weet je, met alle respect, als je als VVD 7 neerzet voor jezelf, dan ben je een beetje contact met de wereld kwijt. En dan denk ik van, dat zie ik ook SP, die een hele bijzondere uitslag neerzet. Ja. En dan denk ik van, jullie zullen verbaasd zijn over mijn uitslag. Zonder schatten je? Nou ja, ik denk dat ze de inwoners onderschatten. Dat denk ik ook. Kijk, uiteindelijk sta je achter je eigen punt. En als we met z'n allen gaan zeggen, we scharen achter elkaar, dan krijg je dit soort resultaten. En ik ben heel benieuwd waar jij wat je straks gaat invullen bij je eigen partij. Hoger dan 5 kan het nooit wezen, maar verklap het nog niet. We horen het straks van je. Gaan we even naar de vraag aan het publiek. En dan beginnen we met een vraag van een jongere die we op het scherm te zien krijgen. De techniek zorgt voor steeds meer automatisering in het dagelijks leven. Ook voor steeds meer automatisering in het bedrijfsleven.
hoe kom ik later aan een baan? Dat is mijn vraag. En mijn vraag dan ook echt aan jullie is, wat gaan jullie daaraan doen? Hoe ziet de werkgelegenheid eruit in de toekomst? Steeds meer automatisering en hij vreest dat hij niet aan een baan kan komen. Nou, dat lijkt me niet terecht. Ik denk dat die jongen heel goed aan een baan kan komen. En of het een baan is hier in Enschede of een baan in Twente en misschien wel in het Westen. Uiteindelijk zal die jongen die zal blijven leren. En misschien komt hij over een tijdje weer terug als hij in het Westen is geweest. Dat hij zegt van, en nu pak ik mijn kans en nu ga ik het in Twente doen. Jij zegt niet van, voor iedereen moet er een baan zijn in Enschede of in Twente. Nee. Dat is ook een missie impossible natuurlijk. Je kunt niet iedereen hier in Twente of in Enschede alleen houden. Laten we heel realistisch blijven. Je kunt hier heel veel opleidingen volgen, maar als jij in het Westen daar een beter betaalde baan krijgt, vertrek jij morgen ook nog. Of je liefde, dan denk ik van, er zijn meerdere factoren die meespelen. Ja. Misschien een rooskleurig beeld. We hebben die jongens toch nodig in de stad? Ja, kijk, als je ze nodig hebt, dan blijven ze, Wilco, exact wat jij zegt. En dus moeten wij zorgen dat daar ook gelegenheid voor komt. Ja. Maar als zo'n jongen een opleiding gaat volgen, de beste vraag eigenlijk voor die jongen is, hij doet nu een opleiding op het Bonhoeffer College, wat gaat die jongen hierna doen? Heeft hij de mogelijkheid om te gaan studeren? Of kan zijn ouders dat niet betalen? Kan hij het niet betalen? Ik denk dat dat een veel belangrijkere vraag is. Ja, maar als het aan jullie ligt, hoeft hij niet per se hier te blijven, maar kan hij ook naar het Westen toe. Als die jongen maar ontwikkelt, ik denk dat dat het belangrijkste is. Zeker weten. Er staat geen hek om Twente. Er staat geen hek om Twente en ook niet om het publiek. Zij mogen nu vragen gaan stellen. Oeh, wat een hoop vingers. Dus er worden een paar vingers opgestoken. We beginnen met deze dame hier. Vijf vragen. Ik heb een vraag over, u zegt er moet een ambtenaar terug naar de wijk. Ja. Wat vindt u van de wijkwijzer dan, waar ze nu mee bezig zijn? Dat het... Ja, de zorg en welzijn naar de wijkraad, maar wel met vrijwilligers. Ja, wijkteams en wijkwijzer. Als u de wijkwijzer hetzelfde bedoelt als de welzijnswerker die er... Maar ze bedenken iedere keer een andere benaming. Maar dan denk ik van, de welzijnswerker, als die ook bij de spreekuur aanwezig zou zijn, dan denk ik, die hoort wat er leeft in een wijk, in een buurt. En die weet ook de mensen die er wonen en die kan van alles opzetten. Maar dan denk ik, we moeten een beetje van die bureaucratie af. We doen alles maar opschrijven in regeltjes en verordeningen en weet ik wat. En we denken dat het daarmee goed is. Nou ja, en dat directe contacten en gewoon duidelijkheid. En duidelijkheid gaan geven. Ja, maar dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat als u binnenkomt ergens, dat je direct een gezicht erbij hebt. En direct weet, bij u moet ik zijn. En niet dat je doorverwezen wordt naar 5 verschillende... Of in ieder geval een ruimte waar je elkaar kan ontmoeten. Hè? En of dat nou bij de sportvereniging is of in de pastorie of weet ik wat allemaal. Ja, we gaan even naar andere vragen uit het publiek. Meneer? Ja. In de intro werd genoemd nog een speerpunt, maar het is niet aan de orde gekomen. Afschaffen van de hondenbelasting. Ja. Nou, daar ben ik helemaal voor. Maar mijn vraag is, dat kost wel geld, dat scheelt wel geld. Ja. Waar wil je dat vandaan halen? Nou ja, op dit moment wordt er 9 ton geïncasseerd door de gemeente aan hondenbelasting. De gemeente heeft als principe, je betaalt voor alles wat de gemeente levert. Dus voor de hubs, stel je voor dat daar een ton voor nodig is, dan zou die hondenbelasting moeten verlagen tot 100% dekking is. Maar als je zegt van je moet het verlagen, dan landt het waarschijnlijk niet in deze periode van de verkiezingen. Dus is het voorstel van afschaffen. En als je die stadsdeelcommissies opheft en die panden van West, Oost, Zuid afstoot, dan hou je zelfs nog geld over. En dat kan je weer geven aan de inwoners. En zo is het. Ik nodig jou uit, Peter, om mee te lopen naar het grote bord. Waar wij in de laatste kolom, maar dat zegt nog niks. Nee, allemaal prognoses. Jouw zetelverdeling gaan invullen. Begin bij je eigen partij. Wat wordt dat? 2. Democratisch platform. Democratisch platform. 0. Jij gaat van onder naar boven. Ja. PVV. 2. PVV 2. Denk 3. 3 maar liefst. Enschede Anders 3. Ook 3 voor Enschede Anders. Opa. 0. ChristenUnie. ChristenUnie heeft er 2, heeft er 3, gaat naar 2. Ja. GroenLinks had 3 en blijft op 3. Het Klavereffect. Dat ze gelijk blijven is het Klavereffect. VVD van 4 naar 4. CDA van 5 naar 4. SP heeft er 5, gaat eentje af. Burgerbelangen. Nou, allemaal 4 op een rijtje. PvdA ook naar 4. Alle partijen met 5 verliezen er eentje. En D66, 3 eraf. De stad heeft gesproken. Van 7 naar 4. Mag ik jou danken, Peter.
En daarmee zijn we aan het einde van deze 6e aflevering van Ik teken voor 80. Volgende week woensdag, dan zijn we er weer om 7 uur 's avonds op de livestream. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.